Welkom bij Cheap Advisor, een gierige serie waarin wij als supergierige boys tot het uiterste gaan om jullie van ontzettend gierig advies te voorzien. We kunnen hoor! We gaan geen uitdaging uit de weg en komen met twee gierige adviezen. Wie van ons wint deze battle? Dat bepaalt onze opdrachtgever. Dit is Cheap Advisor. Hey! Nee, leuk dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe aflevering van Cheap Advisor. Vorige week gingen we natuurlijk aan de slag voor Jouke Jan. Even binnen 50 euro hebben we hem leren verhuizen. En ook deze week, vandaag, gaan we weer twee adviezen uitbrengen. Twee gierige adviezen. Maar die gaan we zelf eerst testen. En we hebben natuurlijk weer de allercoolste vrouw van YouTube uitgenodigd voor niemand show. Minder dan Iris Enthoven. Hey! Applausje voor Iris. Applausje voor Iris. En Martijn is de ongelukkige vandaag om... Moet ik met jou? We moeten het met elkaar doen vandaag. Hey, okay. Team Spirit. Dat betekent ook dat Niels en ik het team zijn. Nu wel. In dat geval kom ik gezellig bij jou. Wat verwacht je vandaag? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Ga je maar bellen toch? Ja, en die gaat ons met een stelling opzalen en wij gaan testen wat de goedkoopste oplossing is. Hey, dat is Max. Hey, Max. Max. Maar jij hebt een probleem. Ik zit al een tijdje zonder werk. Werkte altijd in de horeca, in de bediening. En dat kan natuurlijk al een tijdje niet. Nee. En ik ben eigenlijk wel op zoek naar een nieuwe uitdaging. En ben eigenlijk wel ook, ik zoek het eigenlijk om nieuwe skills te leren. Welke skill zou je leuk vinden om te leren? Ik heb altijd wel een voorliefde voor horeca gehad. Dat vind ik nog steeds wel een interessante business om in te werken. Ik ben ook er zeker niet vies van andere uitdagingen. Zijn er ook nog spelregels waar we aan ons moeten houden? Het lijkt me wel tof om een keer in een uniform of zoiets te werken. Het liefst zo'n budget van rond de 25 euro. Oké. Okay. 25 euro? In Amsterdam, want anders ben ik gewoon veel tijd en geld kwijt aan reizen. Uniform, Amsterdam, budget 25 euro. Check, 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 check. Is helemaal duidelijk. Cool. We gaan het voor je regelen, Max. Als ik aan uniform denk ik meteen aan politieagenten en SM-kelder. Ja, maar dat hebben we al genoeg gedaan op ons kanaal, denk ik. Oké, okay, welke job Focus. Kan je altijd Focus. Uitvoeren in coronatijd? Best wel weinig. Ja, kan de verpleegkundige. Ja, maar daar heb je een echte opleiding voor nodig. Dus dat kan je niet snel voor 25 euro leren. Hij heeft in de bediening gewerkt, toch? Kok is dan nog een soort van upgrade. Ja, en koks hebben nog werk, want in de lockdown heb je nog vet veel restaurants die gewoon bezorgen en dat soort dingetjes. Ja. Dus die hebben gewoon werk, alleen in de bediening niet. Alleen in de bediening niet, dus... Wij gaan proberen hem om te scholen tot kok. Hij had ook over dat hij zijn handen wel vies wilde maken. Nou, ik zit wel een beetje te denken, ik zie daar een vuilnisbak staan. Volgens mij is het zo dat vuilnis ophalen en schoonmaken, dat soort beroepen gaan altijd door. En je maakt je handen daar wel mee vies. Ja, en het is in uniform. Oh, ho, 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 ho. En ik denk dat we misschien wel voor 25 euro ergens een outfitje op de kop kunnen tikken. Gaan we gewoon griewelstijl vakken, we gaan lopen een keuken binnen en... Je leert het echte werk natuurlijk in de praktijk, dus we moeten gewoon een keuken in gaan lopen. Ja. En dat doen we natuurlijk een beetje als giergasten. Maar wat dacht je ervan als wij die outfitjes hebben en wij gaan gewoon achter op de bus springen en we gaan het gewoon spelenderwijs leren? Spelenderwijs leren. Dus gewoon, hey collega! En dan... Ja, gewoon in de auto. Gewoon net doen alsof je er al jaren werkt. Ja, vind ik een heel leuk plan. Zijn jullie nou nog steeds aan het brainstormen? Ja. Niels denkt dat hij gaat winnen, maar we hebben het net. Let's go. Joost, ik heb net even uit je auto twee bloesjes gehad. Lekker een bak hoor. Hey, we hebben twee bloesjes met spycams erin. Dus doen we om één reden. Dat is als wij met de camera naar binnen gaan, hebben we de kracht van de camera. En daar heeft Max niks aan zometeen. Ja, dus we gaan het heel secret allemaal doen. Om deze voor jou? Ja, dit is... Ja, dit is maatje L. En XXL denk ik dat ik En deze voor mij is. Even een outfitje scoren? Ja, dat kunnen je blijkbaar hier. Hier zo. Hoi, goeiedag. Goedendag. Hoi. Hey. Nou. Check. Wat heeft dit gekost? 24 euro en 75 cent. Nou, dat vind ik best goedkoop. Ja, vind ik goed. Nou, het is wel gelukt. Binnen 25 euro hadden we twee mutsen en twee van die koksjassen. Ja, dus wij zijn gewoon er klaar voor om op guerrilla-staal een keuken binnen te lopen en te gaan koken. Deze voor jou. We kunnen aan de slag. Amsterdam, we zijn er! Nou jongens, spannend of het gaat lukken. Oh, wacht. Oh, moet eruit, moet eruit. Wat rol. Oh.
Mag ik je helpen? Ja? Ja. Ja, dat is wel het idee, ja. We hebben allebei geen baan meer. Oh, jullie hebben allebei geen baan meer? Dus we dachten, waarom gaan we niet ons nuttig maken bij de mensen die misschien wel een handje kunnen gebruiken, toch? Ja, ik sta versneld. Ja, toch? Ja, het gaat snel. Oké, laat maar. Nou, dat ging eigenlijk best makkelijk. Ze waren best wel chill dat we konden helpen. We rijden nog niet, hè? We kunnen, hoor. Hey, doei, hè. Hey, doei. Hard. Keihard. We gaan keihard. We gaan keihard. Hier, je moet erin. Oh, ja, we moeten weer naar de bak. Hoppa. Het is net Tetris. Ja. Goed, beginnen we. Tijd klaar. Ja, toch? Best lekker. Ja. Kijk uit, daar gaat hier. Op ging eigenlijk best wel flex. Ja, best wel relaxed en wel gewoon een beetje helpen. Geleerd? Ik heb wel wat geleerd, ja. Wat heb je precies geleerd? Nou, dat je het karton erin moet doen. En het vuilnis ook. Ik denk dat we pas echt kunnen weten wat het moet inhouden om vuilnisman te zijn. Als wij hier meer tijd en energie in gaan steken. Ben ik het helemaal mee eens. Dus laten we opgaan naar de volgende. Naar de volgende collega's. Ja. Ja. Even kort, Jaap. Hoe zien we eruit? Nee, het ziet er belachelijk uit, hè? Laten we gewoon maar gaan doen. Hier zit het cameraatje in verstopt. Dus als er toch iets gebeurt dat dit per ongeluk overheen valt, doen we nog een extra camera. Oh, we zijn zo goed voorbereid. Tijd voor actie. Oké. Okay. Je had die eigenaar opgezocht. Die heet? Ja, Bilal. Bilal, ja. Bilal, eigenaar, we komen hier gewoon even... We komen hier werken, pik. Nee, we komen gewoon eerste werkdag. Eerste dag. Oké, hoe kunnen we winnen? We komen werken hier, eerste dag. Jullie komen werken hier, eerste dag? Ja. Jullie zijn? Niels en Joost. Niels en Joost. Wij zijn een kookduo. We moesten ingewerkt worden. Via Hoi. Bilal. Bilal. Ja, die hadden we gesproken. En is het verzurig? Ja, verzurig, ja. Ja? Ja. Ja. Okay. Maar ik weet niet of er iemand is om ons in te werken. Is het echt zo? Ja, ja, we komen hier. Ja, het zou een beetje raar zijn als we net zo'n pakje gewoon voor de grap komen, toch? Nou ja, ik zie jullie op het plein gefilmd worden. Oh ja. Oh ja. We hebben ook een real life documentaire. Dat was iets voor ons. Ik zei net al, we staan op 50 meter van Zurich en ik begon een beetje te lachen. Want we vielen best wel hard op. Ja. Dus we gaan door naar de volgende tent. Hey hier, waar loopt het nu? In Noord. In Noord? Ja. En wat staat daar? Dat is vuilnis. Ja, wat gaan we daarmee doen? Dat moet weggehaald worden. En we moeten even wachten op onze collega's. Ja, die zullen hier elk moment zijn. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het tot nu toe echt best wel gezellig en leuk. 10 minuten max gewerkt. Waar heb je het over? Dat kun je nog niet zeggen. Je moet het gewoon vragen. Dan geeft iemand gewoon de keus. Ja toch, we helpen jullie in de keuken vandaag. We hoeven niks voor, maar we willen gewoon een beetje leren koken. Ja. Dus even kijken. Laten we proberen. Goeiedag, hallo. Goedemiddag. Yes, dankjewel. We kwamen onze dienst aanbieden gratis. Dus zouden wij jullie mogen helpen in de keuken vandaag? Ja? Ja? Nou, top. Wat hebben jullie daar? Split the pizza? Yes, let's split the pizza. Oké. Okay. What up, yo, it's your boy busy. Cleaning out my garbage. Oh, bitches and hoes. Bitches and hoes. En ik neem ze mee naar mijn shows. Oh ja. Conclusie, we moeten best wel lang wachten op onze collega's. Dus we gaan weer op vuilnisjacht. Vuilnisjacht. We gaan weer achter de collega's aan. Bam. Kijken waar we ze kunnen helpen. We nemen het heft in eigen handen. Exact. Wow. Let's go. Meer vuilnis. Oh, top. Kom maar door. Wie kunt u daar op de stapel leggen? Hé, hey, maat. Ik maak een gekke pizza voor jou, vriend. Dit gaat wel goed, Joost. Very nice. Oh, very good. Okay. Champignons zie ik liggen. Vind je dat lekker? Nice. Peppers and onions, my mate. Hoppa, in de steenoven. Collega's, deze er ook nog even bij. Ja. Vind je het even leuk om te helpen? Beetje helpen? Beetje helpen. Ik ga helemaal naar de andere kant toe. Wat gaat deze doen dan? Hé, hey, collega. Hier kunnen we wel achterop. Kun jij een stukje mee rijden achterop? Achterop? Ja. Wij komen helpen. Mogen we helpen? Ja? Gezellig. Collega's. Zie jullie zo. Oh, no.
De middenkant is eruit gevallen. Nou, it's a bagel. It's a bagel. Zo. Daar gaan we dan. Mmm. The taste is delicious. Mmm. And thanks a lot for the masterclass. Thanks, buddy. Bye-bye. Thank you very much, mate. Bye-bye. Ik kan gewoon ergens vragen van, joh, mag ik even een kijkje nemen in de keuken? Mag ik wat leren? Jij hebt nog niet heel veel in die keuken gedaan, dus er is nog wel wat skill te leren. Ja, klopt. Ik wil inderdaad ook nog wat leren, wat in mijn vingers krijgen. Ja. Maar ik wil dan wel gewoon echt voor een vol gerecht gaan. Dus even weer een tandje hoger dan de pizza. Gewoon een sterrenmaaltijd. Heel zo een stuk. Zullen we samen het cashew? Ja. Kunnen wij dit? Kijk, nog meer hulp roepen. Ik sta aan de hand. Bam! 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 Ik vind het sick. Ik vind het spullen smijten, jongen. Oh, ik kom helemaal tot leven hier. Nee, we komen gewoon overal een beetje helpen. Okay. Gewoon lekker de handjes. Ja, toch? We zijn een beetje freelance hulproepen. We gaan met onze collega hiermee. Ja? Als dat mag van jou. We hebben een melding voor witgoed. We zijn witgoed aan het ophalen. Ja. Welke skills hebben we daarvoor nodig? Heb je bepaalde skills nodig? Kracht. Kracht? Oké, we zijn aan het trainen voor kracht. Kracht, ja. Zullen we deze proberen? Ja, dit is een goede burgerzaak volgens mij, toch? Het is rotisserie, skip, vriend. Hallo. Dankjewel. Dankjewel. Dat heeft ook een reden, zeg maar. Wij willen heel graag leren koken. Dus wij vroegen ons af, mogen jullie vandaag gewoon komen helpen? Ik wil net de ramen gaan lopen. Moet de kok dat ook doen? 1, 2 meter. Ja, kom maar. Ja. Hey! Yay! Op naar de volgende. Ja hoor. Zo, perfect. Ja, nu zitten jullie vast. Je mag overal lekker tegenin rijden, je mag hem overal parkeren. Ja, een beetje sjouwen, een beetje lullen met je collega's. Ik denk dat ik wel wat geleerd heb. Wat heb jij geleerd? Dingen los te laten. Oké, ja. We kunnen ook nu zelf op ons telefoon snel een bestelling plaatsen, zodat zij hier een bestelling binnenkrijgen. Dat gaan we zo doen. Dan hebben ze een bestelling binnen en dan zeggen wij, weet je wat? Dit vind ik geen idee. Ja, steenpierschaar uit wie zijn zak niet komt. Oké. Steenpierschaar uit jouw zak. Oh. Lekker. Oké, ik zet hem alvast klaar, maar ik bestel hem nog niet, want anders gaan ze hem nu alvast maken. Als we bijna klaar zijn, komt hij binnen. En ik doe het naar de buurman, ja? Je mist hier een plekje, man. Daar. Oh, we werken kloten. Hij moet nog een beetje drogen. Maar ik heb net zeg maar een Royal Cheeseburger gehoord dat er in één keer een cheeseburger daar wordt besteld. Ja. Dat is heel apart. Zouden die dan kunnen we die dan? Ik heb slecht nieuws, jongens. Echt? Ja. Het mag niet gekookt worden. Shit. Nou, dan cancel ik mijn order. Ik voel me driedubbel hard genaaid. Ik ben een tientje kwijt. Raam lopen lappen. Ik heb nog niet eens een burger in mijn hand. De volgende keer dat ze zeggen er moet worden schoongemaakt, ja, dan willen we eerst koken. Een kok met een ijs. Collega's. Ja, top dit. Ja. Oh, Martijn. Hoe vond je dat we het deden? Ja, dat is goed hoor. Ja? Dacht jij van, hey, dit zijn professionals? Nou, dat dan niet. Ah. Lekker pik, lekker pik. We proberen het gewoon hier. Ja, toch? Hoi. Hey, goedemiddag. Wij zijn koks zonder werk. Ja. En ook zonder ervaring. En we wilden graag een dagje meedraaien in de keuken als het kan. Omdat ja, we kan gewoon. Wel. Kan dat? Ik heb wel een klusje voor je. Oké. Okay. In de afwas? Oh, begin in de afwas. Oké, okay. Is in ieder geval werk in de keuken? Nat spoelen, met warm water. Ja. En dan kan je gaan schrobben. Ja. Dan gaat het de afwas in. En als jullie dat erin hebben, dan mogen we echt de keuken in, jongen. Yes. Oh yes. 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 Dus we doen het echt ergens voor. Oh. Heb jij ooit in de afwas gestaan? Na één keer. Ja. Toen dacht ik, dit ga ik nooit meer doen. Denk je dat je klaar bent voor die volgende stap? Ja, ik ben wel klaar voor de volgende stap, denk ik. Hier vooral ben ik klaar. Altijd eerst het mandje eruit halen. Mandje? Ja. Oh, deze? Ja. En dan laten zakken. Dan gaat hij iets beter. Ja. Top. Oh, zo. Top. Maar goed, maat, we zijn wel gewoon aan het koken. We staan in de keuken. Dit is frituren, dit is niet koken. Maakt niet uit. We staan in de keuken en we zijn bezig met eten. Ja, dat is waar. We gaan hem even uitlekken. Ja. En ik ga die zo in het bakje. Oké.
Hey man! We hebben wat vlieguren gemaakt. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is niet het gerecht geworden wat ik had gehoopt. Nee, het is niet het sterrenmaaltijd van Niels geworden, nee, helaas. Het is een armzalig kroketje geworden. En we hebben onderzocht dat als je dus gewoon op de man afvraagt in een café, mag je in een keuken staan om te werken, om te leren, om het te proberen, dan mag dat. Ik ben vooral heel erg benieuwd wat Max van dit advies gaat winnen en of het genoeg is om te winnen van Iris en Martijn. Ik heb er een goed gevoel over. Ik ook. Moment van de waarheid. Iris. Iris en Martijn. Het is tijd om Max in te bellen. Ja, ik ben heel erg benieuwd. We hebben een goed advies. Of wij deze challenge gaan winnen. Hey! Max. De grande finale. We gaan nu bekendmaken wat onze adviezen zijn. Ik zou zeggen, Martijn en Iris, jullie mogen jullie matig advies eerst uitbrengen. Matig. We hebben een hele mooie outfit aangedaan, want Max zei dat hij iets in uniform wilde. En we zijn meegeweest met de mensen die het vuilnis komen ophalen, om te kijken of het moeilijk is om die skill te leren. We hebben onze handjes een beetje vies gemaakt. En was het moeilijk? Was het moeilijk om een vuilniszak in de prullenbak te gooien? Hé, mag ik gauw niet door jou heen praten zo, ja? Ons advies is dus dat je eigenlijk alleen technisch een beetje onderleg moet zijn en fysiek sterk moet zijn en dat je dan eigenlijk al mee kan met de vuilniswagen. Ja, dus je kan best wel snel instappen en het is heel dankbaar werk. Iedereen is blij en je collega's zijn heel gezellig. Ik zeg doen. Nou, wij daarentegen hebben wel echt een advies waarvan je echt wat gaat leren. Ja, Max, wij dachten, jij komt uit de horeca, dus we dachten, we houden het ook lekker bij de horeca. Daar ligt je passie. En die koks zijn altijd in een prachtig kokuniform, toch? Mooie hoed op. En dan leer je echt koken. En daar is nog wel werk in te vinden, want alle bezorgbedrijven zijn gewoon open natuurlijk in deze barre tijden. Een chef-kok verdient aanzienlijk meer dan iemand in de bediening. Dus je gaat er alleen maar op vooruit, jongen. Maar moet je niet de hele opleiding hebben tot kok? Nee. Want het echte werk leer je in de praktijk. Hoeveel sterren geef je het advies van Martijn en Iris? Ik denk dus dat allebei deze beroepen, dat mijn vriendin daar heel blij mee zou zijn. Dat ik zou opruimen en zou koken. Ik zou het advies van Martijn en Iris 3 sterren geven. Ja, 3 sterren. En dat van jullie toch wel zeker 4,5. Omdat het wat vertrouwder is. Oké. Hoe vaak heb je nu verloren in het programma? Vorige week huilen, nu huilen. Ach, lieve mensen. Ja. Kan ook gewoon op. Dit is gewoon, dit doet pijn. Ja. Dit doet enorm pijn. Het was zo mooi schoon. Ik ga ook gewoon terug. Ik ga ook nog helpen. Heb jij nou een advies nodig? Dat kan. Laat even weten in de comments. En wie weet geven wij volgende week wel een gierig advies aan jou. Maar Max, bedankt voor het meedoen. Ja. En tot volgende week. Doei. Later. Nee, ik kan het niet. En abonneren, niet vergeten. Hey guys, thanks voor jullie advies. Ik ben gisteren gelijk een restaurant ingelopen. Ben ook met dezelfde rotgang weer uitgeknikkerd. Dus tot op heden nog geen succes. In ieder geval bedankt voor jullie moeite en ik blijf proberen. Dankjewel.